voor de derde keer kampioen. Een unieke prestatie in de Nederlandse handbalgeschiedenis. Genieten van een mooi feestje. Voor speelster Martine Smeets de laatste keer, want zij vertrekt naar het Duitse Thüringen. Ja, dat vind ik gaaf. Ik bedoel, iedereen staat weer in de tent om aan te juichen, aan te moedigen, weet ik wel, schreeuwen. Feestvieren, het is hartstikke mooi. Ga je wel missen natuurlijk. Ga je het in Duitsland ook meemaken, denk je? Ik hoop het wel. Handbal leeft daar natuurlijk heel erg. En van wat ik begreep, heeft Thüringen wel een grote aanhang. Dus ik hoop dat ik daar net zoiets wat meemaken als hier. Dalfsen behaalde gisteren het kampioenschap na winst op VOC in Amsterdam. Na een nachtje stappen ging het feestje vanmorgen vroeg verder op de boot richting Dalfsen. Kampioenen! Kampioenen! Beetje brak, dat wel. Ja, eigenlijk wel. 4 uur slaap is niet veel. Derde keer landskampioen, gefeliciteerd, hartstikke goed. Is het dan nog bijzonder? Ja, natuurlijk. Het blijft. Werkt er een heel seizoen naartoe. En dan blijft het gewoon super om weer de prijzen binnen te halen. Alle prijzen gewonnen die we konden winnen. Dus wel mooi. Toch fenomenaal dat deze dames met hun begeleiding en de organisatie dat gewoon voor de derde keer waarmaken. Gewoon dat kunst flikken. Ja. Fantastisch. Nou kennen we Dalfsen van het schaatsen en we kennen Dalfsen van het handbal. U bent ongetwijfeld een grote fan geworden in de loop der jaren, want dat betekent wat voor de stad. Ja, weet u, dit is... Het verbindt gewoon. Mensen ontmoeten elkaar. We zouden het in de trefkoel een keer mee moeten maken. Het is gewoon een enorm feest. Het zet Dalfsen wel op de kaart. Dat is wel zo. En voorlopig is dat de kaart van Nederland. Maar de ambities, die reiken verder. De ploeg gaat vrijwel in zijn geheel door volgend jaar. En Europa lonkt. Nou, er zijn er een aantal die het gewoon voor de sport doen. Gewoon omdat ze het leuk vinden. Maar er zijn er ook een aantal die wel de ambities hebben om naar het buitenland te gaan. En het Nederlands team en dergelijke. Ja. Jijzelf? Ik heb ook de ambitie om naar het buitenland te gaan. Ja, ja. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als Europees weer een stapje verder zouden komen. Alleen je moet ook realistisch zijn. Het gaat tussen de echte top in Europa en Dalfsen. Daar zit nog wel een vrij grote ruimte tussen. Dus wat dat betreft wordt het erg lastig. Het wordt lastig, maar dat is de zorg voor volgend jaar. Voorlopig is het alleen maar feest in Dalfsen.